Ja, wat we doen is dat wij onze doelgroepen opzoeken. Zo laagdrempelig mogelijk, zoals bijvoorbeeld hier op de Universiteit van Amsterdam. En wat je ziet is dat studenten toch heel fijn vinden dat ze tussen hun colleges door ook even snel een prik kunnen komen halen. En dat betekent dat we als GGD naar de mensen toe gaan om ze te voorzien van voorlichting en vervolgens de prik halen. Studenten twijfelen om veel redenen. Sommigen zagen het nut er niet van in. Sommige studenten waren gewoon huiverig vanwege de bijwerking die ze van hun kringen hoorden. Maar in de studentenverenigingen zelf wordt er wel heel open over gesproken. En ook zijn veel bereider toe geworden doordat ze gewoon erin zien dat het de maatschappij helpt. En eigenlijk het studentenleven van toen willen oppakken. Wij verspreiden informatie over vaccineren, maar ook over zelftesten, ook over afstand houden. Dat doen we via de nieuwsbrief, via Instagram, via Twitter. Dus welk kanaal we ook maar kunnen gebruiken, zetten we daarvoor in. Ik ben gevaccineerd omdat ik meer vrijheid wilde hebben en niet zoveel zorgen te maken over alles. Ja, yeah, to get my freedom back and to visit friends and family in Germany. En in other countries, but also to go back to university. Ik zou echt alle studenten echt willen oproepen om hier naartoe te komen, maar dat kan eigenlijk ook op alle plekken in de stad waar de GGD coronavaccins prikt. Je hoeft nergens een afspraak voor te hebben, je kan gewoon binnenlopen. Kom je prik halen, want het is echt ongelooflijk belangrijk dat je hem haalt. Je beschermt jezelf. Je beschermt anderen. Zorg dat we de universiteit open kunnen houden. Dus laat jezelf vaccineren. Zorg voor zelftesten. En doe alles wat we met elkaar kunnen om het hier veilig te houden.